Yo mensen van mijn kanaal. Het is vandaag Koningsdag. Kan je wel zien aan mij, hè? Maar wij gaan iets veel leukers doen. Want kijk eens achter mij. Koffers. Zie je dat nou goed? We gaan op vakantie weer. Naar Turkije. Niet hetzelfde als vorig jaar. Maar het wordt veel leuker. Düsseldorf, daar vertrekken wij en wij gaan naar Kusadashi toe op vakantie. Vorig jaar zaten wij in de buurt van Alanya en nu zitten wij dus bij Kusadashi en nu moeten wij naar Düsseldorf toe en we landen op Izmir of zo in Turkije en dan moeten we nog even een uurtje met de bus of zo en dan zijn we er gewoon. Dat wordt helemaal mooi. Proberen te filmen. Ja, als moeder dan, die zit voorin. Dus dat is makkelijker. Nou, we gaan het wel zien. Kijk, ik heb hier de kaart. We gaan daar. En daar zo zie je de grens. Dus ja, mooi. Parkeergarage hebben wij al gezien vanaf de snelweg is dit ofzo. En we zijn er dus al bijna. Zo, we zijn bij de parkeerplaats aangekomen. Hier zo is het echt één groot doolhof, want als je al één straatje mist moet je al keiveel omrijden. Dat maakt hem niks uit. Nou mensen, we zitten hier al even in de auto. Om een half uur of zo zitten we te wachten. Fucking lang. Maar ja, maakt allemaal niet uit. Al bellen in de auto. Nou, we zijn er. We bellen wel als we hier zijn. Dus. Ja. Maar ja, uiteindelijk zit het. We zijn aangekomen bij het vliegveld. Hier worden we ook opgehaald als het goed is. Ja, we gaan het allemaal wel zien. We moeten daar hier naar binnen denken. Kijk jongens, Izmir. Deze. Die hebben wij. Jezus. Oh, wel lekker. Godverdomme, heet. Hierzo is de slurf om in het vliegtuig te gaan, dus let's go. Oké mensen, we zitten in het vliegtuig en we zitten bij de nooduitgang. Dus we hebben lekker veel beenruimte. Dat hadden wij om gevraagd om beenruimte, of dat daar mogelijk was. En we zitten bij het raampje. Yeah! Up in the air, I want you to jump.
trying to get stuck in it. In the air. Ondertussen zit er alweer iets van een uur in het vliegtuig. En ja, het is ook al best donker. Maar goed, we zijn ook aan het doen. Pokémon voor de win! Hij doet een daling in het gebed, ik voel het gewoon aan de voren. En ja, je voelt ook gewoon af en toe dat de bonus naar voren gaat, zodat het snel afremt ofzo. Maar ja, het is buiten echt helemaal donker. Ik zal proberen te filmen waar ik kan, maar verwacht er niet te veel van. Up in the air, I want you to trying to get stuck in it. Gotta get it, in the air. Nou, Timo, we zijn geland, hè? Yo, welkom in Turkije, man. Ja, ik ben bad boy. Ja, ben je bad boy? Ja, ik heb een Nederlands shirt in Turkije aan. Zo. Nou, we lopen gewoon buiten nou, ja, parkeergarage. En het is gewoon warm hier, hè. Ja, het wordt van de week, wanneer wij hier zijn, wordt het de hele tijd rond de 30 graden. Dat is gewoon helemaal prima. Oké, jongens, we zitten in de bus. We gaan een test, ja. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Oh, hallo, 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 hallo. Burn me out, love just brings me down. Go inside like winter leaves that slowly leave the ground. Hey, you come back, I wanna give you a chance. Zo, we zijn op onze kamer. We dumpen snel onze spullen, want we kunnen nog eten halen. Dus we gaan maar gelijk doen. Zo, dat was weer lekker. We gaan nog drinken halen voor. Hier hebben we een zwembad en velen. Maar ja, de rest gaan jullie lekker mooi gezien. Het was alweer de eerste video. Ja, ja, we zijn mooi aangekomen. We hebben al gegeten en gedronken. We hebben al heel veel gezien qua zwembaden. Nog niet dichtbij. We hebben al van ver iets gezien. Ze hebben ook een binnenzwembad. Ik zou zeggen, doe even een like, abonneer. En dan gaan wij slapen. Houdoe.